Finca Villa de Jobs, een domein gelegen net ten zuiden van Barcelona, echt aan de kust in het Massís del Graf. Officieel ligt hij, de wijnmaker of het domein, in de Penedès, maar Marcello, de wijnmaker, zegt altijd: nee, Penedès, ik ben geen Penedès, ik ben Massís del Graf. Natuurlijk, het is geen officiële appellatie, maar het is wel een heel groot verschil ten opzichte van die hele grote regio Penedès. Marcello heeft een heel groot domein, maar allemaal natuur. Allemaal bos. Hij heeft ongeveer een kleine 60 hectare wijngaard. Op die 60 hectare, de helft daarvan kweekt hij gewoon één druivensoort die hij verkoopt aan de coöperatieven. En op 30 hectare kan hij echt zijn eigen ding doen. Marcello is iemand die heel graag werkt met de lokale druivensoorten. Xarolo is de belangrijkste druif in witte wijn en Garnacha de belangrijkste in rood. Als eerste witte wijn maakt hij 100% Xarolo, uiteraard. Hij heeft dus geen Chardonnay aangeplant, heeft geen Sauvignon, maar echt de lokale druif. Het is een wijn die dankzij de ligging van de wijngaarden, dankzij dat iets koelere microklimaat, echt wel een wijn is die dat complexiteit heeft. Wat ziltigheid zelfs, omdat je vlakbij de zee ligt. Wat mineraliteit, maar echt een wijn met karakter. Je mag daar echt wel iets karaktervol bij serveren. De andere witte wijn die hij maakt is een XXX. Dat is inderdaad driemaal de Xarolo. Maar Xarolo bestaat eigenlijk als plantje met een witte druif, als een rosé druif, maar ook als een rode druif. Alle drie met een wit sap, zodat je perfect een witte wijn kan maken van de drie verschillende soorten. Hier heeft hij dus de drie verschillende soorten geblend en nadien nog eens een rijping gekregen van 14 maanden ongeveer op eikenhouten vaten. Heel veel smaak, structuur, zeer lange afdronk. Echt iets om bij het allerbeste stukje vis in de oven klaargemaakt op de graad, zodat je veel smaak op je bord hebt staan. Dan kan deze wijn er absoluut wel bij. In rode wijn werkt hij dus hoofdzakelijk met Garnacha. En de basiswijn, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen, is heel fijn, heel elegant. Is niet de klassieke stijl die je zou verwachten in Spanje. Het is finesse, het is puur, het is zuiver. De tweede wijn die hij maakt is een blend met Garnacha en Syrah. Ieder jaar gaat hij een beetje zoeken naar de juiste verhouding. En dan een rijping gekregen van ongeveer 9 maanden op eikenhouten vaten. De vaten die je gebruikt voor deze wijn zijn altijd 500 liter vaten. Geen nieuwe eikenhouten vaten. Heel af en toe zal er wel eens een nieuw vat bij zitten, maar bijna te verwaarlozen. Wat erop neerkomt, in de smaak ga je dat bijna niet proeven. Het heeft structuur, het geeft fijne tannines. Echt wel de moeite waard bij een mooi stukje rood vlees. Dan heeft hij nog één klein perceeltje. De Toure d'Isabelles. Dat is niet de naam van het perceel, maar de benaming komt van het feit dat er ook een imker op die wijngaard zit. En uiteraard, als hij met bijtjes kan je geen producten gebruiken, dus Marcello moet zeer gezond werken. Niet alleen in deze wijngaard, Marcello is gewoon puur natuur. Dit is ook weer Garnacha en Syrah, maar dus van een totaal ander perceel. Oudere wijnstokken, heel geconcentreerd qua smaak, heeft een rijping gekregen op eikenhouten vaten. Hier gebruikt hij dan kleine eikenhouten vaten, meestal een stukje nieuw. Structuur, sappigheid, zeer lange afdronk. Mag je nu al drinken, maar dan zeker karaferen of een paar jaar in een goede kelder leggen. En dan krijg je een fantastische wijn. Dan hebben we iets nieuw van Marcello. We hebben dat al een paar jaar geleden geproefd, maar we kunnen dat niet altijd krijgen. Hij maakt er ook zeer weinig van. Dat is de Classic Penedès of de Méthode Ancestral. We zitten in de regio van de cava, maar het is totaal geen cava. Het wordt anders gemaakt. Het is de eerste gisting, waardoor dat je veel smaak krijgt. Heel fijne parel. Het is een brut natuur, dus er wordt geen suiker aan toegevoegd op het einde van de rit, zodat je echt een perfect aperitief krijgt. Maar het heeft heel veel smaak. Wat wil zeggen, geniet ervan bij de juiste vrienden met het juiste gerecht. En wij zullen je daar graag bij adviseren. Tot snel!